Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Net als ik al wel eens eerder heb gedaan, zal ik ook dit jaar de Tour in PCM in beeld brengen. Toch zal er iets anders zijn dan de andere jaren. In plaats van 21 etappes en 21 verschillende video's, maak ik dit jaar één video met de hele Tour erin verwerkt. Blijf dus kijken om te zien wie de virtuele Tour de France gaat winnen. Ik hoop dat jullie fan zijn van statistieken. Ter voorbereiding op de opnames ben ik even in het archief gedoken om te zien welke renners het meest succesvol waren in de Aerox Tour. In totaal heb ik 6 verschillende edities opgenomen. In 2012, 13, 14, 16, 18 en de laatste was in 2019. In totaal zijn er 126 ritten verreden. Laten we eens kijken welke renners de meeste ritzegers hebben geboekt. Kleine opmerking tussendoor, de overwinningen van de ploegentijdritten heb ik niet meegerekend. In totaal kent de Aerox Tour 50 verschillende ritwinnaars. Laten we eens kijken welke 3 renners de meeste ritzegers hebben gehaald. Op een gedeelde 3e plaats staan Joaquim Rodriguez en Vincenzo Nibali. Beide renners wisten 6 keer de handen in de lucht te steken. De eerste is al een tijdje gestopt en was in de beginjaren erg succesvol. Nibali is er nog steeds en was er vanaf het begin af aan ook al bij. Hij spreidde zijn zegens uit over de verschillende edities van de Aerox Tour. Ook dit jaar zal hij weer van de partij zijn. Nummer 2 op het lijstje staat ook aan de start. De Slovaak Peter Sagan was al 11 maal trefzeker. Peter Sagan is een vaste smaakmaker in zowel de echte als de virtuele Tour. De renner die in het huidige peloton de meeste toerzegers heeft behaald, is dat ook in de Aerox Tour. Mark Cavendish won in het Echi al 30 ritzegers en in de Aerox Tour 12. Kan hij dat totaal dit jaar nog verder aanscherpen? Het meeste aantal ritten gewonnen door één renner is 4. Meerdere renners is dat al eens gelukt. Zowel Samuel Sanchez en Cadel Evans in 2012 wisten 4 ritten te winnen. Joaquim Rodriguez en Peter Sagan waren in 2014 succesvol met 4 ritzegers. Cavendish won er in 2016 4, Viviani in 2018 4 en in de laatste editie van 2019 wist Groenewegen 4 keer te winnen. Laten we nu eens kijken welke nationaliteiten het meest succesvol waren. In totaal wonnen renners van 19 verschillende nationaliteiten. Italië is het 3e land met het meeste aantal zegers. 14 keer wonnen Italianen. Spanjaarden staan met 16 overwinningen op plaats 2 en de Engelsen zijn met 20 overwinningen het meest succesvol. Opvallend genoeg is er in de 6 jaar van de Aerox Tour maar 1 Belgische ritzeger geweest. Alleen Jelle van Endert was succesvol. Goede kans dat er in de komende Aerox Tour misschien nogal wat zegers bij gaan komen voor de Belgen. Dan gaan we even kijken naar de afgelopen winnaars van het bergklassement. In 2012 was het Daniel Martin, 2013 Contador, 2014 Joaquim Rodriguez, 2016 Chris Froome, 2018 Esteban Chavez en in 2019 Bob Jungels. Hetzelfde gaan we doen met de groene trui. 2012 was Boos van Hagen de beste, 2013 Mark Cavendish, 2014 won Peter Sagan, 2016 won Cavendish voor de 2e keer en in 2018 was het Viviani en in 19 Groenewegen. Dan over naar het algemeen klassement. Vincenzo Nibali wist maar liefst 3 keer de Aerox Tour te winnen. Dat was in 2014, 18 en 19. In 2012 was Cadel Evans nog de beste en een jaar later volgde Contador hem op. In 2016 was Froome de gelukkige. Het grootste verschil tussen nummer 1 en 2 in het klassement was in 2012. Evans versloeg Wiggins met een verschil van 4 minuten en 54 seconden. Het kleinste verschil was 10 seconden. Dat was in 2019 tussen Nibali en Thomas. Uiteindelijk kenden 2 van de 6 edities dezelfde winnaars als de echte Tour. Dat was in 2014 met Nibali en in 2016 met Froome. Laten we zien of dit jaar de voorspelling ook weer gaat uitkomen.
Ja hoor, we gaan beginnen met de eerste rit van deze Tour de France. En we hebben gelijk een aankomst bovenop een heuvel. De troepen van Movistar verzorgen het tempo. De heuvel is in totaal 3 kilometer lang en het zwaarste stuk zit in het begin. Hier zie je de laatste kilometer. Van der Poel is voorop. Kan hij het volhouden tot aan de streep? Iedereen valt een beetje stil. De sprint van een stervende zwanen. Maar het is Van der Poel die de eerste rit wint en daarmee ook de gele trui. De tweede rit is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als de eerste. Het heeft weer een aankomst bovenop een klimmetje, de Muur de Bretagne. Je ziet hier Roglic als eerst onder de voet komen. En daarachter de groene trui, Julian Alaphilippe. En hij lijkt op koers voor de overwinning, maar hij valt stil op de streep. En het is Roglic die de tweede rit wint. Dan gaan we sprinten met een snel peloton die zich opmaakt voor de laatste kilometer. Hier zie je de Vod. Wie gaat de ritzege pakken? Het is FTC-renner die heel snel is. En het is ook Guarnieri die voor Arno Dumoulin zijn ploeggenoot weet te winnen. Rit nummer 4 is weer een massasprint. Daar zien we al de Vod. Er zit nog een scherpe bocht in de laatste kilometer. Wie komt er het best uit? Het is Tim Merlier die de rit wint. Alpecin Phoenix wint dus al 2 ritten in de eerste 4. Dan een tijdrit en die wordt gewonnen door Durbridge. Hij verslaat Wout van Aert met 1 seconde. Het algemeen klassement na 5 ritten is Alaphilippe gaat aan de leiding. En de Nederlanders doen het goed. Mollema staat 2e op 3 seconden. Van der Poel staat 3e op 5. Poels op 8 seconden 4e en Roglic 5e op 23 seconden. Rit nummer 6 is een vlakke rit en er staat veel wind. Wat betekent, we hebben waaiers. Er rijden verschillende groepen over het parcours en je ziet hier nog eens een aantal renners afhaken. Een kleine groep van een 30-tal renners gaat dan strijden om de ritzegen. Veel klassementsmannen zitten er nog bij. De vraag is, zitten er ook nog snelle mannen bij? En we hebben Wout van Aert nog bij. Hij zet de sprint aan onder de Vod. En hij wint ook de rit. Mooi gedaan van de Belgische kampioen. Rit nummer 7 is een heuvelrit. Hier op de top van de laatste beklimming. En dan gaan we sprinten. De laatste kilometer is wat oplopend. En van verder begint er vroegtijdig aan. Onder de Vod zet hij zijn sprint in. Gaat er iemand nog overkomen? Het antwoord is ja. Roglic pakt zijn tweede ritoverwinning. Rit nummer 8 beginnen voortvarend met een aanval van Uran, Pogacar en Roglic sluit later aan. Voor Uran kan het nog wel iets sneller gaan. Hij gaat gelijk door en is eventjes van de rest verlost. Maar daar komt Pogacar alweer aan en hij sluit aan bij de Colombiaan. Je ziet dat Roglic het tempo niet is kunnen bijhouden. En ook Alaphilippe rijdt op een achterstand. We krijgen een andere gele trui. Dit is dan het verschil in de lucht. En dan zien we een aanval van een renner van Movistar. Dat is Lopez. En hij laat hier mede-aanval Simon Yates achter. Je ziet dat Pogacar en Uran het beste wel vanaf is. En dat Lopez als eerste erboven komt. En hij gaat dalen naar de finish. Waar hij de ritoverwinning pakt. Rit nummer 9. Daar hebben we een kopgroep vooruit. Een kopgroep met Barguil, Henao en Lutsenko. In het peloton is het weer Lopez die aanvalt met een reactie van Pogacar en Roglic. Pogacar rijdt in de gele leidersstrijd. Lutsenko moet er vooraan af. En in het peloton is het opnieuw een aanval. En dat ditmaal is de gele trui zelf die in aanval gaat. Pogacar. Barguil rijdt hier Henao eraf en gaat alleen verder. En je ziet dat het voor beide renners hard is. Dit is de groep der favorieten waar ondertussen Pogacar al uit is ontsnapt. Je ziet dat Pogacar ook al Henao heeft opgeraapt. Maar hij komt te laat om Barguil op te rapen. Hij pakt dan de ritzegen. Rit nummer 10 dan. We gaan een massasprint krijgen, want het is zo vlak als een dubbeltje.
En wie gaat dan de rit winnen? De laatste kilometer, de Maar uit op kop, gaat hij hem ook pakken, maar er komt nog wel wat achter. De Maar juicht al, maar het is Peter Sagan die zijn 12e rit wint in de Edux Tour. Komt nu dus gelijk met Mark Cuffins. De klassement Pogacar staat bovenaan. Uran op 1.18, Roglic 1.43, Conrad 3.42 en Godu 3.45. Groen is voor Van Aert en de bergtrui is voor Bagil. Rit nummer 11. En dat is de etappe over de Mont Ventoux. En dat niet één keer, maar twee keer. De runners zijn momenteel bezig met de tweede keer Mont Ventoux. En je ziet dat Roglic de aanval heeft gekozen. Uran reageert, Carapaz probeert ook, maar komt niet verder. Pogacar zat niet goed geplaatst en springt nu naar Carapaz, maar is Roglic dus nu kwijt. Roglic en Uran hebben het zwaar, maar daarachter hebben ze het ook zwaar. Daar is de top, de finish ligt niet bovenop, maar ligt na een afdaling. Hier komen Roglic en Uran bovenop met een kleine achterstand, gevolgd door Carapaz en Pogacar. In de afdaling gaat het hard en komen de twee groepen bij elkaar en dan valt het tempo helemaal stil. Dan zie je dat Simon Yates en Lopez ook weer terug aansluiten. Dan gaat er gesprint worden. Wie pakt de ritzege? En het is, zal jullie niet verbazen, maar het is weer Roglic die de zege grijpt. Na de volgende rit. Dat is er eentje waar de sprinters blij van worden, want het is vlak en er komt een massasprint. Laatste kilometer. De Maar zit goed geplaatst. Komt er nu uit. Wout van Aert doet ook nog mee. Maar het is de Maar die de handen in de lucht steekt. En dit keer wint hij ook echt. De volgende rit is er weer eentje voor de sprinters. We zien hier van boven dat het weer een grote groep is die gaat sprinten. De Maar zit weer goed gepositioneerd. Gaat hij dan twee op een rij krijgen? Nee, het is Peter Sagan die er in de bocht nog voorbij gaat. Rit nummer 14 en we zijn nog vrij vroeg in de etappe, maar de reden dat we nu zo vroeg zijn is dat er iets gebeurt. Een valpartij. Het is de gele truidrager Tadej Pogacar die gevallen is samen met de ploeggenoot. En dan zie je dat ze moeten achtervolgen en het gat is toch al behoorlijk. Opvallend is dat zijn ploeg niet wacht. Alleen de renner die ook gevallen is, is nog bij Pogacar. En je ziet dat het peloton gewoon door blijven rijden. Ze ruiken kansen om de gele truidrager op verdere achterstand te krijgen in het algemene klassement. En hier gaat het heel lastig. De knecht van Pogacar zit door zijn krachten heen. En hier gaat het alleen maar sneller. Nee, het gaat niet lukken voor Pogacar. Hij gaat vandaag meer tijd verliezen en wel heel veel tijd. 14 minuten verliest hij op zijn naaste belagers. Dus ik kan wel stellen dat hij de Edux Tour niet gaat winnen. Dan over naar de strijd om de ritzege. Een kleine groep is weggereden van de rest. Hier zitten alle favorieten in. We gaan sprinten met een kleinere groep. En je ziet dat Julian Alaphilippe goed gepositioneerd zit. En hij pakt ook de ritzege. En Juran is de nieuwe gele truidrager. De 15e rit hebben we een solo rennen alleen voorop. Bauke Mollema heeft een goede voorsprong en is onderweg naar de ritzege. Hier is Roglic die net in de afdaling probeert weg te komen. Hij krijgt een kleine voorsprong, maar Juran, die de leider is in het klassement, zorgt ervoor dat hij weer gegrepen wordt. Hier is Bauke Mollema, hij juicht, hij heeft deze rit gewonnen. En daarachter sprint Roglic naar de tweede plaats. Het klassement ziet er nu als volgt uit. Het is Juran die eerste staat. Roglic op 6 seconden. Poort op 2 minuten 59. Simon Yates op 3 minuten rond. En Lopez staat op 3 minuten 50. Groen is voor Wout van Aert en de bergtrui is voor Bagil. Rit nummer 16 in deze Tour de France. En we hebben een koploper in Lutsenko. Hij heeft zijn medevluchter Bauke Mollema achtergelaten. Het peloton heeft vandaag rustig aan. De komende dagen zullen zwaar zijn. Dus die krachten kunnen ze goed gebruiken. Hier is Lutsenko die de rit wint. Rit 17 is een zware bergrit. En daar is het Rigoberto Urán die zelf in een gele trui de aanval kiest. Met Primoz Roglic in het wiel. Het verschil tussen de twee is slechts 6 seconden.
En daar zien we een aanval van Pogacar en Bilbao probeert hem te volgen. Kunnen ze de oversteek maken naar het tweetal? Ondertussen is het Roglic die een klein gaatje heeft op Uran. Is dit dan de kans voor de Sloveen om de gele trui over te nemen? Uran kraakt nog niet en probeert er weer terug naartoe te rijden. En dat lukt ook. Ze zijn weer bij elkaar en daar is het ook Pogacar die het gat naar het tweetal heeft gedicht. Maar Uran gaat weer eens op de trappen staan en een klein gat hebben ze. Het is niet dat ze de twee Slovenen echt plooien, maar je ziet toch wel dat ze er niet zomaar naartoe rijden. Ze rijden allemaal op hun limiet. Daar is de vod van de laatste kilometer. Iedereen schokschouderd. Kunnen ze nog wat doen in de sprint? Daar is het Roglic die langzij komt, maar Uran heeft uiteindelijk nog het meeste over en pakt de ritoverwinning en verstevigt hiermee zijn leidersdraai. Dan nog een bergrit. Het is Richie Poort die een korte voorsprong heeft op de groep der favorieten. Uran, Roglic, Pogacar, Mas, ze zitten er nog bij. Gaudu zit er ook nog bij. Lopez zit er nog bij. En de laatste kilometer. Wie heeft de beste sprint? We gaan het zien vanaf boven. Daar is het Primoz Roglic die de sprint inzet. Pogacar zit langs zij. Poort valt een beetje stil en Uran valt ook stil. Daar zien we dat Roglic erin wint. Maar daar is pas Uran die over de streep komt. Hij verliest zijn leidersdraai en staat nu 34 seconden achter de Sloveen Primoz Roglic. Hier hebben we een drietal. Cataneo, Gogol en Søren Craig Andersen die zijn voorop gebleven in deze vlakke rit. Ze zijn de sprintersploeg de baas en ze gaan sprinten voor de overwinning. Wie van het drietal gaat winnen? Wie komt daar? Søren Craig Andersen is de gelukkige. Hij pakt de ritoverwinning. Dan de tijdrit. Gaan we nog verschuivingen zien. Hier is Stefan Koen. Hij zet als eerste de beste tijd neer. Hij knalt iedereen voorbij alsof het niks is. En hier hebben we dan ook de binnenkomst van de Zwitser. Een andere uitdager is Wout van Aert. Wat kan hij in deze tijdrit? Hij begint in ieder geval goed bij het eerste tussenpunt. 9 seconden onder de tijd van Koen. De tweede tussenpunt is het 34 seconden onder de tijd. Uran is ondertussen gestart. En dan komt ondertussen Wout van Aert alweer binnen. En 34 seconden gaat hij eronder. Hier is Roglic. En daar is dan Uran die zich opmaakt voor het eerste tussenpunt. Geen beste tijd. 49ste op 1.28. En daar komt Roglic al. En die doet het een stuk beter op plek 3 op 10 seconden. Hij ziet daar Uran al rijden. En als we dan gaan kijken naar het verschil. Het is 1.55 in de tijd. Wat betekent dat hier Roglic Uran gewoon voorbij rijdt. En dan is er totaal geen spanning meer wie deze Tour gaat winnen. Het is uiteindelijk wel Uran die dat niet zomaar laat gebeuren en toch weer wegrijdt van Roglic. Maar ja, het verschil tussen die twee is bij de start ook 2 minuten. 47ste komt Uran over het eerste tussenpunt op 2-2. En Roglic staat nu tweede op 28 seconden van Wout van Aert. Het verschil is iets teruggebracht tussen de twee Uran en Roglic. 1.24 momenteel. Maar dat gaat natuurlijk nooit meer lukken voor Uran om deze Tour te winnen. 32ste wordt hij uiteindelijk in de tijd het 1.48 en Roglic wordt tweede op 38 seconden van Wout van Aert. We gaan nu even terugkijken naar een compilatie van deze Edox Tour. Yeah.
2021 de laatste rit van de Eredivisie Tour. We maken ons op voor een koninklijke sprint op de Champs-Élysées. En je ziet de sprinttreinen van de Juwen en de Maar al. Wout van Aert gaat van de wiel van Juwen naar dat ene van de Maar. Een goede keuze, want de trein van de Maar was sneller. En wie wordt dan uiteindelijk de laatste ritwinnaar van deze Eredivisie Tour? Het is de Maar die net ietsje sneller is dan Wout van Aert. Dan gaan we dus naar de podiumceremonies kijken. Hier is de Maar die de rit wint en Roglic wint uiteindelijk de Tour. Hij verslaat Uran, die tweede wordt Port, derde Lopez staat vierde en vijfde wordt Nibali. Een knappe prestatie van de Sloveen. De andere Sloveen viel uit het klassement, Pogačar, maar pakt toch nog de bergtrui. Hij staat dus niet helemaal met lege handen. En de sprinterstrui is voor Wout van Aert. Ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Tot de volgende keer.